Dieter hier van Beleggers University. Ik was overlaatst een zeer interessant boek aan het lezen, namelijk dit boek. De titel is The Battle for Investment Survival van J.M. Loop. En in het boek geeft hij eigenlijk zeer veel nuttig advies voor beleggers. Je moet eigenlijk al wat ervaring op de beurs hebben om de geweldige inhoud van dit boek eigenlijk te kunnen absorberen. Daarom dat de meeste beleggingsboeken die gaan over beginnen met beleggen voor mij redelijk saai zijn, omdat dat te vanilla is. Maar dit is echt een gewinterde belegger die al jaren belegt en met geweldige resultaten. En hij geeft eigenlijk zijn eerlijk advies over belangrijke aandelen topics. En op een bepaald moment zegt hij eigenlijk: "It always was and always will be the power to understand and the ability to act that turns information into profits." Dat vond ik zo'n fantastische quote dat ik dacht, ik moet er gewoon een kleine video van maken. Het is een beetje geïmproviseerd, deze video. Ik geef het toe, er is bijna geen voorbereiding aan besteed. Maar it always was and always will be the power to understand and the ability to act that turns information into profits. Als dat beleggen niet mooi samenvat, dan weet ik het ook niet. In mijn beleggingscarrière heb ik gezien dat veel retailbeleggers, veel particuliere beleggers, veel informatie krijgen. Ze krijgen een informatie-overload van de media, van finfluencers, van boeken. Maar ze begrijpen die informatie misschien wel, misschien soms ook niet. Maar het is de ability to act that turns information into profits. En dat is volgens mij de missende schakel waar veel beleggers mee sukkelen. Er is zoveel informatie, er is zoveel inhoud en content en tegenstrijdige meningen tegenwoordig, dat veel beleggers eigenlijk gewoon niet meer weten hoe ze moeten reageren of hoe ze moeten handelen op basis van al die informatie. Dus ik denk dat een goede belegger ook weet welke informatie hij moet negeren en op welke informatie hij effectief moet inspelen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is dat ik even wou benadrukken in deze video. Dus onthoud deze geweldige quote van J.M. Loop, een Amerikaanse belegger met een heel interessant boek, The Battle for Investment Survival. Ik kan het u zeker aanbevelen om dit boek te lezen. Verder hoop ik dat het goed gaat met uw beleggingen en dan zie ik jullie allemaal in een volgende video.